Deze module geeft inzicht in de gedragsregels binnen het magazijn. Het gaat specifiek in op de opslag van behandeld zaad. Behandeld zaad moet worden opgeslagen in een droog, geventileerd en goed beveiligd gebouw. Het verplaatsen en opbergen van behandeld zaad moet met zorg gebeuren om de waarde van het zaaizaad te behouden en het veilig op te slaan. Houd u aan de gedragsregels bij het besturen van een vorkheftruck. Draag een veiligheidsgordel, zorg dat de waarschuwingssignalen goed zichtbaar zijn en let op mogelijke gevaren, zoals mensen en andere trucks. De manier waarop het product is verpakt bepaalt hoe het het beste kan worden opgeslagen. Bij alle verpakkingen is het belangrijk dat hij veilig en stabiel staat. Houd de wandelpaden en rijroutes vrij, zodat u steeds vrij zicht heeft. Alleen geautoriseerd personeel mag worden toegelaten tot het magazijn. Iedereen die in het magazijn werkt, moet beschermende kleding dragen. En welke kleding dat is, blijkt uit de risico-inventarisatie. Zelfs in een magazijn zou een lekkage kunnen optreden. Gemorste zaden moeten direct worden opgeruimd om te voorkomen dat ze zich door de fabriek verspreiden. Denk erom dat u beschermende kleding draagt bij het opruimen van gemorste zaden. Een schoon en opgeruimd magazijn voorkomt dat vogels en ongedierte op de zaden afkomen en verontreiniging kunnen verspreiden. De gebruikte voertuigen moeten geschikt zijn om de zaden te vervoeren. Controleer ze daarom op schade, lekkages, etc. Door te zorgen dat er zo min mogelijk vocht bij het zaaizaad kan komen, blijven de zaden in de beste conditie. Zorg ervoor dat bij het overdragen van de behandelde zaden voor transport de juiste papieren worden ingevuld en overgedragen aan de vrachtwagenchauffeur. Samenvattend is een correcte opslag in het magazijn van het behandelde zaad een belangrijk onderdeel van de keten. Het magazijn mag alleen toegankelijk zijn voor getraind en geautoriseerd personeel. Door de zaden op te slaan onder de juiste omstandigheden, heeft het de meeste kans om uit te groeien tot de beste gewassen. Wanneer u aan het werk bent in het magazijn, ga dan op een verstandige en veilige manier om met de vorkheftruck. En zorg ervoor dat de zakken stevig zijn opgestapeld. Eventueel gemorste zaden moeten direct worden opgeruimd. Daarbij is het belangrijk om beschermende kleding te dragen. De vrachtwagens waarmee de zakken worden vervoerd, moeten in goede staat zijn. Bedankt voor het kijken naar de film Opslag van behandelde zaden in het magazijn. We nodigen u uit om een korte test te doen, om te zien of u de belangrijkste onderwerpen uit deze film heeft onthouden. Bedankt!